In galerie Rob Rademaker hangt de tentoonstelling Het landschap van boven, van opzij en dichtbij. Met schilderijen van Els Vechter. We gaan even binnenkijken. Je praat zo zachtjes. Valt het je mee dan? Als je op dit niveau blijft, dan kan ik het helemaal volgen. Ik blijf op dit niveau. Maar ik heb inderdaad iets met landschap en ik heb iets met kunst. Els Vechter. Lijn, soms in hele grote klodders. Takken, haren, bladeren, vulkaanzand, alles. Altijd weer verzameld. En haar kinderen noemden hij met zin aan mee. Het landschap, zoals in de uitnodiging staat, van boven, van opzij en van dichtbij. In mijn eerste gesprek met Els benaderde ze haar werk eigenlijk vanuit een heel eenvoudig perspectief. Want juist die lijn, die komt in het werk van Els op een hele intrigerende wijze tot leven. Want die oorspronkelijke lijn blijkt plotseling veel meer te zijn. Deze lijn wordt als grensvlak tussen binnen en buiten, tussen verschillende werelden, in sferen, in detail onderzocht, in vorm gegeven. Dit alles vormgegeven door een volstrekt unieke combinatie van materialen en of Els het wil of niet, door een onnavolgbaar gebruik van kleur. Ik wens Els heel veel aandacht voor haar werk toe. Want het is met liefde gemaakt. Hiermee wil ik de tentoonstelling openen. Mooi. Nou, tas toe. Neem een lekker glaasje. Ik begin met een mooie gele. Proost. Mooi. Ja.